ultieme voorbereiding voor mij. Het begint altijd met een trainingskamp. Waarop je dan meestal daarvoor regel je alles met studie, familie. Dat je daar echt, dan zijn meestal ook de ploegen bekend. Ja, op een trainingskamp voel je meestal aan, op basis van die trainingen op snelheid, voel je wel van ja, hier kunnen we wel wat neer gaan zetten of wat moois doen. Ja, klopt. Het gevoel om te winnen dus. Je had het net over de finish zelf. Bij mij, meestal weet je het al iets van tevoren. Ja, vaak ergens halverwege dat het echt goed gaat. En dan, meestal dan in mijn adrenaline moment, niet per se over de finish. Dan ben je meer tevreden of voldaan of zo. Maar daarvoor heb je iets van yes, dit gaat echt goed.